Les 1. Online winkelen. Hallo Anna, ik heb veel online gevonden, maar de levering is misschien niet snel genoeg. Hallo John, dat is frustrerend. Ik hoop dat ze het snel bij je kunnen bezorgen. Ik hoop het ook. Het is gewoon jammer om ergens rijkhalsend op te wachten en dan vertraging op te lopen. Ik begrijp het. Het kan teleurstellend zijn als onze verwachtingen niet worden waargemaakt, vooral bij online bestellingen. Absoluut. Het gemak van online winkelen is fantastisch, maar soms kan het wachten frustrerend zijn. Zeker. Heb je geprobeerd contact op te nemen met de klantenservice voor informatie over de leveringstermijn? Ja, ik heb contact met ze opgenomen en ze hebben me verzekerd dat ze eraan werken om het zo snel mogelijk bij me te krijgen. Dat is een opluchting. Het is goed dat ze op de hoogte zijn van de situatie en stappen ondernemen om deze op te lossen. Ja, hun snelle reactie en bereidheid om het probleem aan te pakken waren geruststellend. Soms kunnen onvoorziene omstandigheden. Zoals het weer of logistieke uitdagingen, leiden tot vertragingen in de leveringen. Je hebt gelijk. Het is belangrijk om te onthouden dat er factoren zijn waarover zij geen controle hebben en die van invloed kunnen zijn op het leveringsproces. Absoluut. Geduld is essentieel als het gaat om online winkelen. Het is een afweging voor het gemak dat het biedt. Inderdaad. En als het pakket eindelijk aankomt, maken de anticipatie en opwinding het wachten waard. Zeker. Het is alsof je een klein cadeautje krijgt, zelfs als het iets is dat je zelf hebt besteld. Dat gevoel van vreugde en voldoening als je het item eindelijk in handen hebt, is onverslaanbaar. Absoluut. Dus, wacht even. Je aankoop komt binnenkort aan en het is het wachten waard. Bedankt. Uw bemoedigende woorden maken het wachten een beetje makkelijker te verdragen. Les 2 Hulp bij onderzoek Hallo Anna, ik heb hulp nodig bij mijn onderzoek. Ben je beschikbaar? Hallo John, natuurlijk. Ik help je graag verder. Waar heb je hulp bij nodig? Ik werk aan een project over hernieuwbare energiebronnen. Kunt u enkele betrouwbare informatiebronnen aanbevelen? Absoluut. U kunt beginnen met het bekijken van wetenschappelijke tijdschriften en gerenommeerde websites gewijd aan hernieuwbare energie. Dat is een geweldige suggestie. Heb je specifieke aanbevelingen voor tijdschriften of websites? Zeker. De Journal of Renewable Energy and Sustainable Development is een betrouwbare bron voor wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp. Bedankt. Ik zal zeker in dat dagboek kijken. Eventuele aanbevelingen voor de website? Ja, de website van het National Renewable Energy Laboratory (NREL) biedt waardevolle informatie en onderzoek op dit gebied. Dat is perfect. Ik zal die website boekmarken voor toekomstig gebruik. Zijn er nog andere bronnen die ik zou moeten overwegen? Misschien wilt u ook rapporten en publicaties bekijken van organisaties, zoals de International Renewable Energy Agency, IRENA. Uitstekende suggestie. Ik zal ervoor zorgen dat ik de publicaties van IRENA in mijn onderzoek betrek. Bedankt voor de hulp. Je bent van harte welkom. Onthoud dat het belangrijk is om de bronnen kritisch te evalueren en informatie met elkaar te vergelijken. Dat is een goed punt. Ik zal zeker de geloofwaardigheid en relevantie verifiëren van de bronnen die ik tegenkom. Geweldig! Laat het me weten als je onderweg nog meer informatie nodig hebt of vragen hebt. Ik waardeer dat. Ik neem contact met je op als ik nog meer hulp nodig heb. Jouw expertise is van onschatbare waarde. Bedankt. Ik ben er altijd om uw onderzoeksinspanningen te ondersteunen. Veel succes met je project. Bedankt. Met uw begeleiding ben ik ervan overtuigd dat ik de nodige informatie zal verzamelen voor een succesvol onderzoekspaper. Daar twijfel ik niet aan. Je toewijding en grondigheid komen tot uiting in je werk. Ik waardeer je vertrouwen in mij. Het motiveert me om naar uitmuntendheid te streven. Nogmaals bedankt. Les 3. Navigeren door de stad. Hallo Anna, ik ben verdwaald in de stad. Wat moet ik doen? Hallo John, maak je geen zorgen. Blijf lopen tot je aan je rechterhand een apotheek ziet. Oké, okay, ik snap het. Wat moet ik dan doen? Sla links af bij de apotheek en ga rechtdoor. Goed, ik blijf rechtdoor gaan. Wat is de volgende stap? Na een paar blokken kom je op een groot kruispunt met een park aan de linkerkant. Perfect, ik kijk wel uit naar het park. Wat is de volgende mijlpaal? Aan de overkant van de kruising staat een hoog kantoorgebouw. Je mag het niet missen. Oké, okay, ik ga naar het kantoorgebouw. Wat moet ik dan doen? Eenmaal in het kantoorgebouw ga je rechtsaf en loop je nog twee blokken verder. Begrepen. Twee blokken na het kantoorgebouw. Wat komt er daarna? Aan het einde van het tweede blok vind je op de hoek een gezellig café. Geweldig, ik kan wel een pauze gebruiken in het café. Wat is de laatste stap? Sla vanaf het café linksaf en loop ongeveer vijf minuten rechtdoor. Vijf minuten na het café. En waar kom ik terecht? Je komt op een levendige markt met winkels en restaurants. Dat is je bestemming. Fantastisch! Heel erg bedankt dat je me hebt begeleid. Ik waardeer het. Les 4: Het avontuur plannen. Hallo Anna, ik ben in de stemming voor een avontuur. Waar moeten we heen op onze volgende reis? Hallo John, ik hou ook van avonturen. Hoe zit het met het plannen van een route en kijken waar die ons heen brengt? Dat klinkt spannend. Laten we beginnen met het kiezen van een startpunt. Heb je voorkeuren? Wat dacht je van een kustplaats? Ik heb altijd genoten van de zeewind. Geweldig idee! Laten we beginnen in een pittoreske kustplaats. Nu, welke kant moeten we op? Laten we naar het noorden gaan. Ik heb gehoord dat er in die regio prachtige kliffen en prachtige wandelpaden zijn. Het is in het noorden. We kunnen de kliffen verkennen en genieten van de schilderachtige wandelingen. Wat is de volgende bestemming? Vandaaruit kunnen we landinwaarts gaan naar een nationaal park dat bekend staat om zijn adembenemende watervallen. Dat klinkt als een verfrissende stop. Watervallen zorgen altijd voor een gevoel van rust. Waar nu heen? Na het nationale park gaan we oostwaarts naar een bruisende stad die bekend staat om zijn culturele festivals en heerlijke gerechten. Fantastisch! Ik kan niet wachten om me onder te dompelen in de bruisende sfeer van de stad en nieuwe gerechten te proberen. Wat is er daarna? Laten we vanuit de stad zuidwaarts reizen naar een afgelegen badplaats. Perfect voor ontspanning en zonsondergangen. Ah, een badplaats klinkt als de ideale plek om te ontspannen na onze avonturen. Wat is onze laatste stop? Onze laatste stop is een charmant bergdorp, omringd door adembenemende bergtoppen en wandelpaden. Dat is een perfecte afsluiting van onze reis. Het bergdorp biedt ons rust en een kans om contact te maken met de natuur. Absoluut. Ik ben enthousiast over het reisschema dat we hebben gepland. Het wordt een onvergetelijk avontuur. Bedankt voor je medewerking aan deze spannende reis. Ik kan niet wachten om samen met jou aan dit avontuur te beginnen. Les 5: Iconische liedjes uit de 20e eeuw ontdekken. Hallo Anna. Wist je dat er in de 20e eeuw liedjes waren die bij bijna iedereen in de VS populair waren? Hallo John. Ja, er waren veel iconische liedjes uit die tijd die geliefde klassiekers werden. Het is fascinerend hoe bepaalde liedjes de tijd kunnen overstijgen en kunnen weer klinken bij mensen van verschillende generaties. Absoluut. Muziek heeft een manier om emoties op te roepen en verbindingen te creëren die culturele grenzen overschrijden. Heb je favoriete nummers uit die tijd? Er zijn zoveel geweldige... Eentje die er voor mij uitspringt is Imagine van John Lennon. De boodschap van vrede en eenheid is tijdloos. Imagine is inderdaad een krachtig nummer. Het blijft mensen inspireren om zich een betere wereld voor te stellen. Een ander nummer dat me te binnen schiet is Bohemian Rhapsody van Queen. De unieke mix van genres en epische compositie is onvergetelijk. Bohemian Rhapsody is een meesterwerk. Het toont de creativiteit en artistieke genialiteit van de band. En wie kan hij Jude van de Beatles vergeten? Het is een klassiek mezinglied dat mensen samenbrengt. Hey Jude is iconisch. De melodie, teksten en de zang van Paul McCartney maken het tot een blijvende favoriet. Over meezingers gesproken: Sweet Caroline van Neil Diamond is een ander nummer dat iedereen aan het meezingen krijgt. Sweet Caroline is een veelgoed nummer dat mensen altijd in een feeststemming brengt. Absoluut. Het is verbazingwekkend hoe muziek de kracht heeft om mensen te verenigen en te verheffen. Zijn er liedjes uit die tijd die een persoonlijke betekenis voor je hebben? Een nummer dat een speciaal plekje in mijn hart inneemt is Imagine van John Lennon. De boodschap van hoop spreekt me diep aan. Imagine is een nummer dat vele harten raakt. De roep om een wereld zonder verdeeldheid is krachtig. Inderdaad. Het herinnert ons aan het belang van empathie, begrip en samenwerking voor een betere toekomst. Muziek heeft een manier om emoties over te brengen en mensen te verbinden. Het is een universele taal die grenzen overstijgt. Absoluut. Of het nu via rock, pop of ballads is, de liedjes van de 20e eeuw blijven ons boeien en inspireren. Dat doen ze zeker. Laten we de tijdloze melodieën die een blijvende impact hebben achtergelaten, blijven waarderen en vieren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Muziek is een schat aan emoties en herinneringen die ons leven verrijken. Bedankt voor het delen van je gedachten. Laten we de melodieën levend houden en samen genieten van de magie van muziek. Les 6 Essentials voor de Sportschool Hallo Anna, ben je de laatste tijd naar de Sportschool geweest? Hallo John, ja, ik ben naar een sportschool in de buurt geweest. Ze hebben alle apparatuur die ik nodig heb. Dat is geweldig. Regelmatige lichaamsbeweging is belangrijk voor het behoud van een gezonde levensstijl. Absoluut. Naar de sportschool gaan helpen me om actief te blijven en mijn energieniveau te verhogen. Wat voor apparatuur hebben ze in je sportschool? Ze hebben verschillende machines, zoals loopbanden, home trainers en cross trainers. Die zijn geweldig voor cardio training. Het is belangrijk om je hartslag te verhogen tijdens het sporten. Ja. Cardio-oefeningen helpen de cardiovasculaire gezondheid te verbeteren en calorieën te verbranden. Hebben ze krachttrainingsapparatuur in je sportschool? Ja, ze hebben een sectie gewijd aan krachttraining. Er zijn halters, halters en gewichtsmachines. Door krachttraining in uw routine op te nemen. Kunt u spieren opbouwen en de algehele kracht vergroten? Absoluut. Het is belangrijk om een uitgebalanceerde training te hebben die zowel cardio als krachttraining omvat. Zijn er nog andere voorzieningen of diensten beschikbaar in je sportschool? Ze hebben een ruime fitnessruimte, kleedkamers en douches voor het gemak. Dat is handig. Het is goed om faciliteiten te hebben die de sportschoolervaring comfortabeler maken. Ze bieden ook groepsfitnesslessen aan, zoals yoga en zoombe, die voor afwisseling zorgen in mijn trainingen. Groepsfitnesslessen kunnen leuk en motiverend zijn. Het is een geweldige manier om samen met anderen te sporten en gemotiveerd te blijven. Ja, samen met andere sporten kan een gevoel van gemeenschap en steun geven. Hebben ze personal trainers in je sportschool? Ja, ze hebben gecertificeerde personal trainers die begeleiding kunnen bieden en kunnen helpen bij het opstellen van gepersonaliseerde trainingsplannen. Het kan nuttig zijn om een personal trainer te hebben. Ze kunnen ervoor zorgen dat u de juiste vorm en techniek gebruikt. Absoluut. Ze kunnen ook voor motivatie zorgen en je helpen bij het stellen en bereiken van je fitnessdoelen. Het klinkt alsof je sportschool alles heeft wat je nodig hebt voor een goed afgeronde training. Ja. Ik ben dankbaar dat ik toegang heb tot zo'n goed uitgeruste sportschool in de buurt. Vergeet niet naar je lichaam te luisteren en indien nodig rustdagen te nemen. Herstel is een belangrijk onderdeel van fitness. Je hebt gelijk. Rusten en mijn lichaam laten herstellen is net zo belangrijk als sporten. Ga zo door met het goede werk. Je toewijding aan fitness is inspirerend. Bedankt. Het is een reis en ik geniet van elke stap. Blijf jezelf pushen en geniet van de voordelen van een gezonde en actieve levensstijl. Les 7. Transportproblemen. Hallo Anna, heb je vandaag problemen gehad met het vinden van vervoer? Hallo John, gelukkig heb ik geen problemen ondervonden. Ik heb meteen een bus gevonden. Dat is een opluchting. Soms kan transport onvoorspelbaar zijn. Absoluut. Het is belangrijk om vooruit te plannen en voorbereid te zijn op eventuele uitdagingen. Op welk vervoermiddel vertrouwt u gewoonlijk? Ik maak vooral gebruik van het openbaar vervoer, zoals bussen en treinen, om door de stad te reizen. Openbaar vervoer is handig en kosteneffectief. Het is ook een geweldige manier om verkeersopstoppingen te verminderen. Ja, het helpt ook bij het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en het behoud van het milieu. Heb je ooit geprobeerd om diensten voor het delen van ritten te gebruiken, zoals Uber of Lyft? Ja, dat heb ik. Ze kunnen best handig zijn. Vooral als ik snel een specifieke bestemming moet bereiken. Diensten voor het delen van ritten zijn populair vanwege hun gebruiksgemak en toegankelijkheid. Dat zijn ze. Het is handig om met een paar tikken op je smartphone een rit te boeken. Heb je ooit overwogen om op de fiets te gaan of te wandelen voor kortere afstanden? Ja, ik kies er vaak voor om te wandelen of te fietsen voor kortere afstanden. Het is een geweldige manier om actief te blijven en van de omgeving te genieten. Wandelen of fietsen is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook een duurzaam vervoersmiddel. Absoluut. Het is een win-win situatie voor zowel het persoonlijke welzijn als het milieu. Ben je ooit problemen tegengekomen tijdens het gebruik van het openbaar vervoer? Af en toe zijn er vertragingen of overvolle bussen, maar over het algemeen was het een betrouwbaar vervoermiddel voor mij. Het is goed om dat te horen. Door uw planning dienovereenkomstig te plannen, kunt u mogelijke problemen verminderen. Ja. Flexibel zijn en wat extra tijd vrijmaken voor onverwachte vertragingen is altijd een goed idee. Heb je ooit overwogen om een rijbewijs te halen en een auto te bezitten? Ik heb erover nagedacht, maar voorlopig voldoet het openbaar vervoer aan mijn behoeften. Bovendien helpt het me om de stress van autorijden in het verkeer te vermijden. Dat is begrijpelijk. Het bezit van een auto brengt verantwoordelijkheden en kosten met zich mee. Ja, het is belangrijk om de voor- en nadelen af te wegen en de vervoersoptie te kiezen die bij uw levensstijl past. Absoluut. De sleutel is om een transportmethode te vinden die betrouwbaar en efficiënt is en aansluit bij uw voorkeuren. Daar ben ik het mee eens. Het draait allemaal om het vinden van de juiste balans en het maken van keuzes die voor jou werken. Nou, ik ben blij dat je vandaag een vlotte transportervaring hebt gehad. Het maakt de dag veel makkelijker. Bedankt. Het is altijd een verademing als het transport soepel verloopt. Laten we hopen op meer zorgeloze reizen in de toekomst. Fijne dag nog. Les 8 Milieubewustzijn Hallo Anna, heb je gehoord over het nieuwe planetarium dat in het centrum is geopend? Hallo John, ja, dat heb ik. Het zou een ongelooflijke ervaring moeten zijn. Absoluut. Ze gebruiken geavanceerde technologie om verbluffende beelden op het scherm te projecteren. Dat is geweldig. Het is een geweldige manier om meer te weten te komen over de ruimte en onze planeet. Zeker. Ze kunnen zelfs veranderingen op aarde simuleren en versnellen. Dat is fascinerend. Het helpt ons de impact van menselijke activiteiten op het milieu te begrijpen. Ja, het is belangrijk om het bewustzijn over milieukwesties te vergroten en actie te ondernemen. Daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten onze planeet beschermen en behouden voor toekomstige generaties. Absoluut. Kleine veranderingen in ons dagelijks leven kunnen een groot verschil maken. Dat is waar. We kunnen afval verminderen, recyclen en energie besparen. Precies. Elke individuele inspanning telt mee voor het creëren van een duurzame toekomst. Het is inspirerend om te zien hoe mensen zich meer bewust worden van het milieu. Inderdaad, velen passen milieuvriendelijke praktijken toe en steunen groene initiatieven. Dat is geweldig. Het laat zien dat we samen een positieve impact kunnen hebben. Absoluut. Samen kunnen we werken aan een gezondere en groenere planeet. Door bewustwording te verspreiden, kunnen we anderen inspireren om zich bij de zaak aan te sluiten. Zeker, onderwijs en kennis spelen een cruciale rol bij het stimuleren van verandering. Het is belangrijk om onszelf te informeren en op de hoogte te blijven van milieu kwesties. Absoluut. We kunnen die kennis vervolgens met anderen delen en een rimpel effect creëren. Dat is een geweldige manier om een verschil te maken. We kunnen katalysatoren zijn voor verandering. Absoluut. Laten we ons steentje bijdragen en anderen aanmoedigen hetzelfde te doen. Ik ben het daarmee eens. Samen kunnen we een duurzame toekomst creëren voor iedereen. Goed gezegd, onze planeet verdient onze zorg en respect. Inderdaad, laten we doorgaan met leren, handelen en onze prachtige aarde beschermen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we vanaf vandaag een positieve impact hebben. Absoluut. Laten we voorvechters van het milieu zijn en onderweg anderen inspireren. Nou, het was een goed gesprek. Bedankt voor het delen van je gedachten. Ook bedankt. Het is altijd leuk om belangrijke onderwerpen zoals deze te bespreken. Nog een fijne dag verder. Wees voorzichtig en laten we ons blijven inzetten voor een groenere toekomst. Les 9: Duurzaam vervoer. Hallo Anna. Heb je er ooit over nagedacht om alternatieve vervoersmogelijkheden te vinden? Hallo John. Ja, dat heb ik. Het is belangrijk om duurzame manieren te overwegen om je te verplaatsen. Absoluut. We kunnen de mogelijkheden voor openbaar vervoer bekijken of zelfs overwegen om te kaarpoelen. Dat is een geweldig idee. Het helpt de verkeersopstoppingen te verminderen en de koolstofmonoxide-2-uitstoot te verlagen. Zeker. Bovendien kan het ons geld besparen op brandstof- en parkeerkosten. Dat is een win-win situatie. We kunnen bijdragen aan een schoner milieu en hulpbronnen besparen. Absoluut. Een andere mogelijkheid is om fietsen te gebruiken voor korte ritten. Ja, fietsen is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook een goede manier om actief en gezond te blijven. Daar ben ik het mee eens. Het is een geweldige manier om lichaamsbeweging in onze dagelijkse routine op te nemen. En het is ook leuk. We kunnen de stad verkennen en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verkleinen. Absoluut. Het is belangrijk om bewuste keuzes te maken die aansluiten bij onze waarden. Dat is waar. Kleine veranderingen in onze vervoersgewoonten kunnen een groot verschil maken. Inderdaad, het gaat erom dat we ons bewust zijn van de impact die onze keuzes hebben op het milieu. Absoluut. We kunnen anderen inspireren door het goede voorbeeld te geven en de voordelen te delen. Dat is een geweldig punt. Het verspreiden van bewustzijn kan meer mensen aanmoedigen om duurzame keuzes te maken. Zeker. Het is een collectieve inspanning die kan leiden tot een groenere toekomst. Ik ben het daar helemaal mee eens. Laten we beginnen met het verkennen van de mogelijkheden voor openbaar vervoer in onze omgeving. Dat klinkt als een plan. We kunnen busroutes en dienstregelingen onderzoeken. En we kunnen ook kijken naar eventuele beschikbare subsidies of kortingen voor het openbaar vervoer. Dat is een goed idee. Het kan de overgang naar duurzaam vervoer betaalbaarder maken. Absoluut. Laten we ons ertoe verbinden onze ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzaamheid te bevorderen. Ik ben het daarmee eens. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het milieu. Nou, het was geweldig om met jou over duurzaam vervoer te praten. Les 10. Harmonische melodieën en muzikale talenten. Hallo Anna, wist je dat ik in het universiteitskoor zong? Enkele jaren geleden speelde ik ook piano voor anderen. Hallo, dat is indrukwekkend. Muziek heeft een manier om mensen bij elkaar te brengen en onze emoties te uiten. Absoluut. Door in het koor te zingen kon ik het plezier ervaren om met anderen te harmoniseren en prachtige melodieën te creëren. Muziek heeft een sterke invloed op onze stemming en kan een breed scala aan emoties oproepen. Ja, het is ongelooflijk hoe bepaalde nummers ons terug in de tijd kunnen brengen of ons op een bepaalde manier kunnen laten voelen. Ik geloof dat muziek een universele taal is die culturele grenzen overstijgt. Het verbindt mensen met verschillende achtergronden. Je hebt helemaal gelijk. Muziek heeft het vermogen om mensen te verenigen en een gevoel van gedeelde ervaring te creëren. Piano spelen moet voor jou een bevredigende ervaring zijn geweest. Het is een veelzijdig instrument met een rijk geluid. De piano zorgt inderdaad voor een grote expressiviteit en veelzijdigheid. Het is een genot om melodieën tot leven te brengen met de toetsen. Ik heb altijd bewondering gehad voor mensen die muziekinstrumenten kunnen bespelen. Het vergt toewijding en oefening om een instrument onder de knie te krijgen. Het vereist wel toewijding, maar de beloningen zijn het waard. Het bespelen van een instrument kan een bron van persoonlijke voldoening en creativiteit zijn. Ik vind ook dat muziek therapeutisch kan zijn. Het heeft de kracht om onze ziel te kalmeren en een ontsnapping te bieden aan het dagelijks leven. Absoluut. Muziek heeft een manier om ons hart te raken en ons te helpen omgaan met verschillende emoties. Heb je ooit je eigen muziek gecomponeerd of liedjes geschreven? Ik heb me tijdens mijn studententijd met songwriting bezig gehouden. Het was een manier om mijn gedachten en gevoelens uit te drukken door middel van teksten en melodieën. Dat is geweldig. Het maken van je eigen muziek zorgt voor een unieke vorm van zelfexpressie en het vertellen van verhalen. Inderdaad, en het is verbazingwekkend hoe muziek kan resoneren met anderen en een verbinding kan creëren tussen de artiest en de luisteraar. Ik waardeer alle vormen van muziek, van klassiek tot pop, van jazz tot rock. Elk show biedt iets unieks en boeiends. Dat is het mooie van muziek. Er is voor elk wat wils. En het is een levenslange reis van ontdekking en waardering. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we de melodieën die ons raken blijven omarmen en de kracht van muziek vieren. Bedankt voor het delen van mijn liefde voor muziek. Het was een leuk gesprek. Les 11. Vertrouwelijke gesprekken en privézaken. Hallo Anna, dat heb ik ook gemerkt. Laten we het na de vergadering privé bespreken. Hallo, ik ben het ermee eens dat sommige zaken het beste privé kunnen worden behandeld om vertrouwelijkheid en open communicatie te waarborgen. Absoluut. Het is belangrijk om een veilige ruimte te creëren waar we openlijk gevoelige onderwerpen kunnen bespreken zonder afleiding. Het voeren van een privégesprek zorgt voor een dieper begrip en de mogelijkheid om problemen effectiever aan te pakken. Ja, privacy zorgt ervoor dat onze discussie tussen ons blijft en bevordert het vertrouwen en respect in onze professionele relaties. Ik waardeer de mogelijkheid om een op een gesprekken te voeren. Het maakt een meer persoonlijke en gerichte uitwisseling van ideeën mogelijk. Ik vind dat privégesprekken ook transparantie bevorderen en het oplossen van problemen vergemakkelijken zonder invloeden van buitenaf. Absoluut. Het is essentieel om duidelijke grenzen te stellen voor vertrouwelijke gesprekken zodat informatie veilig blijft. Privacy stelt ons ook in staat om ons vrij uit te drukken en onze gedachten en perspectieven te delen zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel. Ik ben van mening dat privacy een grondrecht is dat gerespecteerd moet worden in zowel persoonlijke als professionele omgevingen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het respecteren van privacy zorgt voor sterkere verbindingen en bevordert een cultuur van vertrouwen en samenwerking. Zullen we een afspraak maken om de zaak privé te bespreken? Het vinden van een geschikt moment zorgt ervoor dat we het de aandacht kunnen geven die het verdient. Dat klinkt als een plan. Laten we na de vergadering een geschikt moment vinden om het probleem aan te pakken in een vertrouwelijke en ondersteunende omgeving. Ik waardeer je begrip. Het is geruststellend om te weten dat we open gesprekken kunnen voeren in een privéomgeving. Absoluut. Het creëren van een ruimte voor privégesprekken toont aan dat we streven naar effectieve communicatie en probleemoplossing. Bedankt dat je het belang van privacy waardeert. Ik kijk uit naar ons privégesprek en werk aan een oplossing. Op dezelfde manier. Laten we ervoor zorgen dat ons privégesprek tot positieve resultaten leidt en onze professionele relatie versterkt. Les 12: Veranderende macht, monarchie en parlement. Hallo Anna. Heb je je ooit afgevraagd over de geschiedenis van de Engelse monarchie en het parlement? Hallo John, absoluut. Het is fascinerend hoe Engeland overging van een monarchie naar een systeem waarin het parlement aanzienlijke macht had. Hoe is dat gebeurd? Nou, na een periode van monarchie werd Engeland al snel weer een monarchie. Maar het werd duidelijk dat het parlement meer macht zou hebben dan de koning. Dat is interessant. Dus, hoe heeft het parlement deze macht gekregen? Speelde ze een specifieke rol in het bestuur van het land? Ja, inderdaad. Het parlement bestond uit vertegenwoordigers die door het volk waren gekozen. Ze begonnen inspraak te krijgen in het nemen van wetten en beslissingen. Het was dus een verschuiving naar een democratischer systeem, waarbij de stem van het volk werd vertegenwoordigd in het besluitvormingsproces. Precies. De macht begon te verschuiven van de handen van de koning naar de handen van de volksvertegenwoordigers in het parlement. Dat moet een belangrijke verandering zijn geweest in de dynamiek van het bestuur. Waren er specifieke gebeurtenissen die deze verschuiving hebben benadrukt? Absoluut. Een opmerkelijke gebeurtenis was de Engelse burgeroorlog, waarbij het parlement en de monarchie met elkaar botsten over de macht. Het parlement kwam als overwinnaar uit de bus en deed zijn gezag gelden. Ah, ik heb gehoord over de Engelse Burgeroorlog. Het was een keerpunt in de geschiedenis, dat leidde tot de oprichting van een constitutionele monarchie. Toch? Dat is juist. De glorieuze revolutie heeft deze verschuiving verder versterkt. Het zorgde ervoor dat de macht van de koning werd beperkt door de wetten en beslissingen van het parlement. Het is ongelooflijk hoe de machtsdynamiek in de loop van de tijd kan veranderen. Van een absolute monarchie naar een constitutionele monarchie met parlementaire invloed. Ja, het is een bewijs van de evolutie van het bestuur en het belang van een machtsevenwicht tussen de monarchie en het volk. Inderdaad. Deze historische context helpt ons de wortels van het democratische systeem in Engeland en zijn invloed op andere landen te begrijpen. Absoluut. Het is een fascinerende reis door de geschiedenis, vol lessen over het belang van gedeelde macht en representatie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als we meer te weten komen over het evenwicht tussen monarchie en parlement, krijgen we waardevolle inzichten in de grondslagen van modern bestuur. Goed gezegd, de geschiedenis heeft ons zoveel te leren en het begrijpen van de evolutie van machtsstructuren is cruciaal voor een goed afgerond perspectief. Les 13. Modieuze pasvorm. Hallo Anna, heb je deze nieuwe kledingcollectie gezien? Het is verbluffend. Wil je hem proberen? Hallo John, ja, ik heb het ook gemerkt. De jurken zien er prachtig uit. Ja, alsjeblieft, ik zou er graag een proberen. Waar is de paskamer? Precies deze kant op. Volg me. De paskamers bevinden zich aan de achterkant van de winkel. Je vindt er verschillende maten en stijlen om uit te kiezen. Bedankt. Ik ben benieuwd hoe de jurk me staat. Kleding passen is altijd een leuke en avontuurlijke ervaring. Daar ben ik het mee eens. Het is een geweldige kans om verschillende stijlen te ontdekken en iets te vinden dat bij je persoonlijkheid paast en je zelfvertrouwen vergroot. Absoluut. Mode stelt ons in staat om onszelf te uiten en een statement te maken. Door kleding te passen, ontdekken we ons unieke gevoel voor stijl. Goed gezegd. Het draait allemaal om het vinden van datgene waar we ons prettig en sterk in voelen. Neem de tijd en laat het me weten als je hulp nodig hebt. Zal het doen. Ik waardeer je hulp. Kleding passen kan soms een beetje lastig zijn, vooral met ritsen en knopen. Maak je geen zorgen. Als je hulp nodig hebt met een van de kledingstukken, sta ik vlak voor de paskamer. Geef me een seintje en ik help je graag verder. Bedankt, dat is heel aardig van je. Ik zal ervoor zorgen dat ik indien nodig om hulp vraag. Het is altijd goed om een second opinion te hebben. Absoluut, ik kan je feedback en suggesties geven als je dat wilt. Soms kan een frisse kijk ons helpen betere modekeuzes te maken. Ik waardeer dat. Het is altijd handig om iemand te hebben met een goed oog voor mode. Ik wil er zeker van zijn dat ik er op mijn best uitzie. Je hebt al een geweldige stijl. Nieuwe kleding proberen is gewoon een andere manier om je natuurlijke elegantie en elegantie te verbeteren. Bedankt voor de vriendelijke woorden. Ik kijk ernaar uit om naar de paskamer te gaan en te zien hoe de jurk mijn look verandert. Neem de tijd en geniet van de ervaring. Onthoud dat mode een kunst is en dat jij het canvas bent. Omarm je unieke schoonheid. Ik zal. Kleding passen gaat niet alleen over de outfits het gaat erom onze individualiteit te omarmen en onszelf verzekerd te voelen in onze eigen huid. Absoluut! Mode is een krachtig hulpmiddel waarmee we onszelf kunnen uiten en onze innerlijke schoonheid naar de wereld kunnen uitstralen. Les 14. Autorijden en openbaar vervoer. Hallo Anna. Heb je ooit overwogen om te leren autorijden? Het is een waardevolle vaardigheid, zelfs als het openbaar vervoer gemakkelijk beschikbaar is. Hey John! Ja, ik heb erover nagedacht. Autorijden kan gemak en onafhankelijkheid bieden, vooral in bepaalde situaties. Dat is waar. Met een rijbewijs kun je in je eigen tempo reizen en gebieden verkennen die misschien niet gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Absoluut. Het kan met name handig zijn wanneer u zware voorwerpen moet vervoeren of naar afgelegen locaties moet reizen. Ja, en in sommige gebieden is het openbaar vervoer misschien niet zo frequent of gemakkelijk. Waardoor autorijden een praktische optie is. Ik zie de voordelen, vooral voor degenen die in voorsteden of op het platteland wonen waar het openbaar vervoer beperkt is. Zeker. Het openbaar vervoer heeft echter zijn eigen voordelen, zoals dat milieuvriendelijker en kosteneffectiever is. Dat is waar. Openbaar vervoer kan helpen om verkeersopstoppingen te verminderen en de koolstofmonoxide-2-uitstoot te verlagen. Bovendien kun je met het openbaar vervoer ontspannen, een boek lezen of even bijpraten tijdens je woon-werkverkeer. Ja, en het kan ook een geweldige manier zijn om nieuwe mensen te ontmoeten en de lokale cultuur te ervaren tijdens het reizen. Absoluut! Openbaar vervoer biedt een gevoel van gemeenschap en kan een verrijkende ervaring zijn. Aan de andere kant geeft autorijden je de flexibiliteit om je eigen route te plannen en onderweg spontane stops te maken. Dat is een goed punt. Autorijden zorgt voor meer flexibiliteit en de mogelijkheid om bestemmingen buiten de gebaande paden te verkennen. Het is een moeilijke beslissing om te nemen. Ik denk dat het afhangt van individuele omstandigheden en persoonlijke voorkeuren. Inderdaad, het is belangrijk om uw behoeften te evalueren, de beschikbare opties te overwegen en een beslissing te nemen die past bij uw levensstijl. Precies. Zowel autorijden als openbaar vervoer hebben hun voordelen. En het gaat erom de juiste balans te vinden voor jouw specifieke situatie. Of u nu kiest voor autorijden of het openbaar vervoer, het is cruciaal om prioriteit te geven aan veiligheid en de verkeersregels of de richtlijnen van het openbaar vervoer te volgen. Les 15: Hoop en Pepercranes. Hallo Anna. Heb je gehoord over het verhaal van Sadako en de duizend papierkraanvogels? Het is een verhaal over hoop en veerkracht. Hey John. Ja, ik ben er bekend mee. Sadako was een jong meisje uit Japan dat leukemie kreeg, een ziekte van het bloed- en het beenmerg. Dat is juist. Ondanks haar ziekte begon Sadako papieren kraanvogels te vouwen als symbool van hoop en geloof in de kracht van genezing. Papierkraanvogels vouwen werd haar manier om rust en kracht te vinden tijdens haar uitdagende reis. Het is ongelooflijk hoe zo'n simpele handeling, zoals het vouwen van papieren kraanvogels, zo'n diepe betekenis kan hebben en anderen kan inspireren. Absoluut. Sadako's verhaal raakte de harten van mensen over de hele wereld en werd een symbool van vrede en veerkracht. Papierkraanvogels vouwen is ook een populaire activiteit geworden om het bewustzijn over verschillende oorzaken te vergroten en de eenheid te bevorderen. Ja. Het is een prachtige manier om creativiteit en empathie te uiten en tegelijkertijd het bewustzijn voor belangrijke zaken te vergroten. En het vouwen van papieren kraanvogels kan een meditatieve oefening zijn, waardoor iemand zijn gedachten kan concentreren en innerlijke rust kan vinden. Dat is waar. Het is een bewuste activiteit die ontspanning en een gevoel van rust bevordert. Wil je leren hoe je een papierkraan vouwt? Het is een leuk en boeiend ambacht. Ik zou graag willen. Het klinkt als een creatieve en zinvolle activiteit. Kun je me laten zien hoe? Natuurlijk. Laten we beginnen met een vierkant stuk papier. Vouw het diagonaal dubbel om een driehoek te vormen. Zoals dit. Ik heb het. Geweldig. Neem nu de twee onderste hoeken van de driehoek en vouw ze naar boven zodat ze elkaar op het bovenste punt ontmoeten. Zoals dit. Oké, okay, ik volg het. Perfect. Vouw nu de zijkanten van de driehoek naar binnen zodat er een ruitvorm ontstaat. Ik snap het. Het komt goed samen. Vouw vervolgens het onderste punt van de diamant naar boven en laat een kleine driehoek aan de onderkant over. Ik heb het. Dit begint op een kraan te lijken. Vouw nu de bovenste flappen van de diamant naar beneden, zodat de vleugels van de kraan ontstaan. Ah, ik snap het. De vleugels krijgen vorm. Vouw ten slotte het driehoekje aan de onderkant naar boven om de kop van de kraan te vormen. Wauw, het is compleet. Ik heb mijn eerste papieren kraan gevouwen. Bedankt dat je me les hebt gegeven. Je bent van harte welkom. Je papierkraan ziet er fantastisch uit. Nu kun je meer creëren en hoop verspreiden met dit prachtige ambacht. Ik kijk ernaar uit om meer te maken en het verhaal van Sadako met anderen te delen. Het is een krachtige boodschap van hoop en kracht. Absoluut. Laten we het verhaal van Sadako en de papieren kraanvogels niet vergeten, om eraan te herinneren dat zelfs in moeilijke tijden hoop kan bloeien. Les 16 Tips voor gezond eten: Hallo, heb je nog tips om gezond te blijven eten? Hallo, absoluut. Gezond eten is belangrijk voor ons algemene welzijn. Hier zijn een paar tips om te overwegen. Geweldig, ik ben 1 en al oor. Wat is de eerste tip? Een tip is om verschillende soorten fruit en groenten in uw maaltijden te verwerken. Ze leveren essentiële vitamines en mineralen. Dat is logisch. Het is dus belangrijk om een kleurrijk bord te hebben dat gevuld is met verschillende soorten fruit en groenten. Precies. En een andere tip is om volle granen te kiezen in plaats van geraffineerde granen. Volle granen zijn rijk aan vezels en kunnen helpen bij de spijsvertering. Ik snap het. Kiezen voor volkoren brood of bruine rijst in plaats van witbrood of witte rijst is dus een gezondere keuze. Dat is juist. Volle granen worden minder verwerkt en bevatten meer voedingsstoffen. Hoe zit het met eiwitten? Heb je daar tips over? Zeker. Het is goed om magere eiwitbronnen zoals kip, vis. Bonen of tofu in je maaltijden op te nemen. Het gaat er dus om verschillende eiwitbronnen in evenwicht te brengen en overmatige consumptie van rood vlees te vermijden. Ja, moderatie is essentieel. En vergeet gezonde vetten niet. Voeg bronnen zoals avocado's, noten en olijfolie toe aan uw dieet. A, ah, dus niet alle vetten zijn slecht voor je. Het gaat erom de juiste vetten te kiezen. Absoluut. Gezonde vetten zijn essentieel voor de hersenfunctie en de algehele gezondheid. Ik heb gehoord dat hydratatie ook belangrijk is. Heb je tips om gehydrateerd te blijven? Ja. Voldoende water drinken is cruciaal. Neem een waterfles mee en probeer minstens 8 glazen water per dag te drinken. Dat is een goede herinnering. Soms vergeten we gedurende de dag voldoende water te drinken. En tot slot: probeer suikerhoudende dranken te beperken en kies voor gezondere alternatieven, zoals kruidenthee of geïnfundeerd water. Ik zal dat in gedachten houden. Het is gemakkelijk om te veel suiker via drankjes te consumeren zonder het te beseffen. Les 17. Mondhygiëne is belangrijk. Hé, hey, raad eens. Mijn tandarts belde laatst naar mijn huis. Hij vertelde me dat ik mijn tanden moest laten poetsen. Oh, echt. Mondhygiëne is belangrijk voor het behoud van een gezonde glimlach. Heb je een afspraak gemaakt? Ja, dat heb ik gedaan. Ik ben toe aan een gebitsreiniging. Het is een tijdje geleden sinds mijn laatste. Regelmatige tandreiniging helpt gaatjes en tandvleesaandoeningen te voorkomen. Ze zijn essentieel voor de mondgezondheid. Dat is waar. Bovendien is het altijd fijn om dat frisse gevoel te hebben na een gebitsreiniging. Absoluut. Tijdens de reiniging verwijdert de tandarts of mondhygiënist tandplak en tandsteen. Ik heb gehoord dat de vorming van tandplak kan leiden tot tandbederf en andere gebitsproblemen als het niet wordt behandeld. Dat is juist. Het is belangrijk om je tanden grondig te poetsen en dagelijks te flossen om de vorming van tandplak te voorkomen. Ik doe mijn best om een goede mondhygiëne routine te volgen, maar soms vergeet ik te flossen. Maak je geen zorgen. Flossen kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien, maar het is cruciaal voor het verwijderen van voedseldeeltjes en tandplak tussen tanden. Ik zal er een prioriteit van maken om regelmatig te flossen. Het is een kleine stap die een groot verschil kan maken. Absoluut. En vergeet niet om je tandenborstel elke drie tot vier maanden te vervangen. Of eerder als de borstelharen gaan rafelen. Goed punt. Ik zou de staat van mijn tandenborstel vaker moeten controleren. Zorg er ook voor dat je fluoride tandpasta gebruikt om je tanden te versterken en tandbederf te voorkomen. Ik zal daar rekening mee houden bij het kopen van tandpasta. Fluoride is belangrijk voor het behoud van sterke en gezonde tanden. Zeker. En vergeet niet om minstens twee keer per jaar naar uw tandarts te gaan voor regelmatige controles en schoonmaakbeurten. Vroeger was ik bang om naar de tandarts te gaan, maar nu begrijp ik het belang van regelmatige bezoeken. Het is normaal dat u enige angst hebt, maar regelmatige tandartsbezoeken zijn cruciaal om eventuele gebitsproblemen vroegtijdig op te sporen. Dat is waar. Het is beter om eventuele problemen vroegtijdig op te sporen voordat ze ernstiger worden. Precies. Het verzorgen van je tanden en tandvlees is een investering in je algehele gezondheid en welzijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Op naar een gezonde glimlach en een goede mondhygiëne. Les 18. Ontvangsten en stortingen. Hallo, ik heb gemerkt dat je eerder een storting hebt gedaan. Kunt u me de boog geven? Natuurlijk. Ik geef je graag een ontvangstbewijs voor je storting. Daar ga je dan. Bedankt. Het is altijd belangrijk om financiële transacties met ontvangsten bij te houden. Absoluut. Kvitanties dienen als bewijs van betaling en kunnen nuttig zijn voor het bijhouden van gegevens en budgettering. Dat is waar. Het is een goede gewoonte om ontvangsten te organiseren, vooral voor belastingdoeleinden. Zeker. Het hebben van de juiste documentatie kan het proces van het opstellen van belastingaangifte vereenvoudigen. Trouwens, in welke andere situaties zou naast financiële transacties een ontvangsbewijs nodig zijn? Wel nu. Er worden ook bonnen gegeven wanneer u een aankoop doet in een winkel of een service ontvangt. Juist. Het is essentieel om de gegevens op de boot te controleren om de nauwkeurigheid te garanderen, zoals de datum, artikelen en prijzen. Absoluut. Als er verschillen zijn, kunt u de boel gebruiken als bewijs om het probleem op te lossen. Dat is een goed punt. Kwitanties kunnen nuttig zijn voor retourzendingen of omruilingen als er een probleem is met een product. Inderdaad. Veel winkels hebben een kwitantie nodig als aankoopbewijs voor retourzendingen of garantieclaims. Ik heb ook gehoord dat sommige bedrijven beloningen of loyaliteitsprogramma's aanbieden op basis van ontvangsten. Ja, dat is juist. Het verstrekken van bonnen kan helpen om punten of kortingen te verdienen in bepaalde loyaliteitsprogramma's. Interessant. Het is alsof je iets extra krijgt om je aankopen bij te houden. Precies. Het is een win-win situatie voor zowel klanten als bedrijven. Zijn er specifieke gegevens die op een kwitantie moeten worden vermeld? Kwitanties moeten doorgaans de naam en contactgegevens van het bedrijf, de datum en het tijdstip van de transactie, een beschrijving van de artikelen of diensten en het totale betaalde bedrag bevatten. Dat is logisch. Het opnemen van die details zorgt voor duidelijkheid en transparantie. En het is altijd een goed idee om bonnen op een veilige plaats te bewaren, vooral voor langdurige of belangrijke aankopen. Daar ben ik het mee eens. Het hebben van georganiseerde dossiers kan nuttig zijn voor persoonlijk financieel beheer. Absoluut. Het helpt u uw uitgaven bij te houden en uw budget onder controle te houden. Bedankt voor de ontvangst en de waardevolle informatie. Ik zal het zeker op een veilige plaats bewaren.